Welkom bij een nieuwe editie van FC Afkikken Champions League. Er staan weer prachtige duels op het programma voor vanavond. Afgelopen week ging het niet zo heel lekker met de voorspellingen, maar we gaan het deze week gewoon opnieuw proberen. Laten we beginnen met twee bekenden van elkaar, Chelsea en Barcelona. Ze speelden al 12 keer eerder tegen elkaar. Chelsea won er 4, Barça won er 3 en 5-maal bleef het gelijk. Barcelona, ja, op voorhand zou je ze toch als favoriet willen benoemen, maar ze doen het niet zo lekker in Engeland. Ze hebben 32 potjes daar gespeeld en maar liefst ja, bijna de helft verloren, 15 stuks. In aanloop naar dit duel zat het speelschema Chelsea ook nog eens niet tegen. Ze hadden een FA Cup potje tegen Hull City en wisten daar goed vertrouwen te tanken en wonnen 4-0. Barcelona had het moeilijk bij het nietige Eibar, maar wisten wel met 0-2 te winnen. Ondanks dat het dit jaar voor het team van Conte misschien een beetje tegen lijkt te zitten, heeft dit duel natuurlijk alle ingrediënten voor een topavond. De spanning zit er altijd goed op bij dit duel. Wie kan zich niet herinneren dat DJ Drogba de camera pakte om te vertellen wat een disgrace het was wat de scheidsrechter allemaal aan doen was in 2009. Wie jullie veel meer over dit duel gaat vertellen is Afif Shoshan. Vanavond neemt Chelsea het op tegen FC Barcelona. Barcelona, dat is nog als enige ploeg in de top 5 competities ongeslagen is, won van het weekend moeizaam 2-0 uit bij Eibar. Chelsea daarentegen won gemakkelijk thuis van Hull City met het eerste doelpunt van Olivier Giroud. Chelsea en Barcelona hebben een geschiedenis. De laatste 7 keer dat ze elkaar troffen wist Barcelona niet te winnen. En in alle wedstrijden dat Messi tegen Chelsea heeft gespeeld, dat zijn er 8, heeft hij niet weten te scoren. Dus dat is, dat is vandaag voor hem een doel. Eerder dit seizoen scoorde hij ook al tegen Buffon, waar hij ook eerder niet tegen wist te scoren. Dus dat belooft op zich wel wat goeds. Chelsea zal aangaan treden in bekende 3-5-2. Met waarschijnlijk 9 defensief ingestelde spelers. David Luiz is er niet bij, maar op het middenveld zal Kante starten samen met Danny Drinkwater en Cesc Fabregas. Bij Barcelona gaan we zien waar zij eigenlijk het hele seizoen al mee spelen. Een 4-4-2, dus met Messi en Suarez als twee spitsen. Maar Paulinho als de vierde middenvelder of derde aanvaller. Ik was eerder het seizoen heel sceptisch over Paulinho, maar heeft het vooralsnog prima ingevuld naar zijn kunnen. Hij zal ook de rechterzone een beetje gaan verdedigen om de opkomende backs, in ieder geval Marcos Alonso, een beetje weten af te stoppen. Stamford Bridge, het is een magisch stadion voor FC Barcelona fans. Vooral door het moment van Iniesta in 2009, waar Barcelona de Champions League won. In 2012 versloeg Chelsea Barcelona, tegen alle verwachtingen in eigenlijk. En gingen daarna verder om de Champions League te winnen. Dus wie er vanavond wint, gaat de Champions League winnen. Ondanks dat de vaste volgers weten dat ik niet een groot voorstander ben van de club uit Catalonia, denk ik toch dat Barcelona gaat winnen. Een tweetje. En dan het tweede duel van vanavond. Bayern München tegen Besiktas. Besiktas debutant in deze fase van de Champions League. Tegen Bayern München, wat vorig seizoen in deze ronde 2 keer maar liefst met 5-1 wist te winnen van Arsenal. Dus ja, ik denk dat ze best wel zenuwachtig zijn in Turkije. Bayern München in 2018 nog niet verloren. Alles gewonnen zelfs, 7 keer. Bij Besiktas loopt het in de competitie nog niet subliem. Dat heeft ook te maken met dat de focus natuurlijk volledig op deze wedstrijd ligt. In de laatste transferperiode hebben ze besloten om het bod van Everton op spits Cenk Tosun, die in de groepsfase heel belangrijk was, te accepteren. Hierdoor creëerden ze een beetje een gat. Maar in dat gat is gelukkig Talisca voor ze gedoken. Hij scoorde maar liefst 7 keer in de laatste 7 wedstrijden en alle hoop lijkt nu toch wel een beetje op hem gefocust, aangezien Negredo nog niet helemaal loskomt in Turkije. Wie jullie nog veel meer over dit duel gaat vertellen, is onze Besiktas-watcher Kaan Bayazit. Voor het eerst in vele jaren speelt Besiktas weer eens tegen een echte Europese klepper. Het heeft de laatste 2 jaar geweldig goed geboerd in de Champions League en ook dit seizoen, tegen alle verwachtingen in, wonnen de Turken de groep en deden dat ongeslagen. Ik denk dat niemand dat had zien aankomen, maar nu begint het echte spel pas. Nu is de tegenstander Bayern München. En dat gaat veel moeilijker worden, daar kan je van op aan. Bayern München staat inmiddels al 19 punten los in de competitie, kan zich dus compleet toespitsen op de tweeluik. Niet dat ze dat nodig hebben, want ze waren sowieso al torenhoog favoriet. Besiktas daarentegen staat 5 punten achter op de leider
Hij moet deze maand eerst uit bij Bayern, dan thuis tegen Fenerbahce, dan thuis tegen Fenerbahce in de beker, dan terug uit bij Trabzonspor in de competitie, en waarop volgend dan thuis wordt gespeeld tegen de Duitsers. 4 topwedstrijden op nog geen 14 dagen tijd ongeveer. Dat wordt ongelooflijk moeilijk. Daar kan je van op aan. Ook al sputtert de motor van Bayern een beetje dit seizoen, maar met Joep Heynckes zijn ze terug back on track, lijkt wel. Besiktas daarentegen sputtert eigenlijk ook al heel het seizoen. De motor vooral in de competitie. Europees kunnen ze wel altijd een beetje meer. Dus ja, dat gaat ook weer nu zo zijn. De spelers zijn opgebrand op deze wedstrijd. Maar uiteindelijk gaat het toch de wet van de sterkste worden. En laat je niet verrassen, de sterkste is zonder enige twijfel FC Bayern München. Ik gun de rivalen van alles, maar het zit er echt niet in. Dit wordt een eentje. Voor de volledigheid nogmaals mijn voorspellingen. Ik denk dat het een heerlijke avond kan worden. Heel veel kijkplezier en ik zie jullie morgen.